Welkom bij Dynamite Magic Shop Product Update nummer 121. Oftewel, november 2020. Ja, we zitten nog steeds in coronatijd. Daarom zit Leon niet naast me. We hebben erover gedacht om dat allemaal te doen. Een aantal afleveringen geleden al. Maar dan zouden we of met scherm of met meerdere camera's. En dat maakt het niet beter of handiger. Het zou namelijk wel handig zijn, want ook vandaag hebben we weer een aantal effecten erbij zitten waarbij je iemand iets moet vragen, een getal moet vragen, een kaart moet laten kiezen. Nou, dat kan ik bij mezelf doen. René, pak een kaart, onthoud hem en vind hem terug. Dat is niet echt een truc, dat is meer een uitdaging. Dus dat helpt er niet, dus ik ga over die dingen vertellen die ik niet kan laten zien. Dus dat is eigenlijk wat er gaat gebeuren. Nou, kijk ik voordat ik begin met het opnemen van een update. De dag van tevoren is dat meestal. Voorheen was het morgens, nu is het al een dag van tevoren. Kijk ik, goh, wat kan ik morgen in de update laten zien? Nou, dan kijk ik even terug welke artikelen dat ik nog niet heb laten zien sinds de vorige update. Nou, gisteravond was ik het kijken. Even kijken, dat hebben we niet gehad, 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 dat ook niet gehad, dat hebben we ook niet gehad, dat ook nog niet. Oh jee, dat ook niet, volgende pagina, klik. Dat ook nog niet, jezus, holy. Hoeveel spullen zijn dat? Dat ben ik gaan tellen. En sinds de vorige update zijn er maar liefst 56 nieuwe trucs bijgekomen. 56. Op voorraad. En tegenwoordig, zeker de dingetjes die we exclusief hebben, en dat zijn er nogal wat, hebben we een flinke aantal op voorraad. En het toffe is, die vliegen er ook nog snel uit ook nog, omdat je ze nergens anders kunt krijgen. En vandaag gaan we er ook een aantal voorbeelden van. Ga ik je zo meteen alles over laten zien. Maar we beginnen eerst met de eerste truc. Ja, jawel, we laten ook truc zien. Vorige week kwam er een doosje binnen. Ik had geen idee wat het was. Het was een tijdje geleden dat er een klant in de winkel in kwam en die zei... Het was een tijdje geleden dat de betreffende klant de winkel binnenkwam met een truc en zei, heb je deze? Ik zeg, nee. Oh, ik heb hem gekocht. Fantastisch ding. Dat ga ik ook regelen. Toen de tijd was het niet op voorraad, maar inmiddels wel. En kregen wij vorige week een doos vol. Wat is het idee? Het idee is het volgende. Je hebt een ring. Mijn trouwring, ik heb er maar eentje van. Het zou niet goed zijn als ik er meerdere heb trouwens. Zou ik ze in ieder geval niet gelijk moeten dragen. De ring. Pak je in je hand. Vervolgens vraag je een toeschouwer, hou mijn hand stevig vast. Je kan de ring ook onder het doek pakken als je wil. Je hebt ook een sleutelbos in je zak. Dus deze sleutelbos in je zak. Zo. Vervolgens, die kun je trouwens in je zak laten zitten nog. Of je geeft hem een toeschouwer in de hand. Ik doe het even een toeschouwer in de hand. Je blaast op je hand. Je opent je hand. En daar is de ring verdwenen. Vervolgens zeg je tegen de toeschouwer die de sleutelbos vast heeft, kijk even in je hand. Die kijkt in zijn hand en die ontdekt daar dat bij de sleutels de geleende ring hangt. Zie? En die ring zit echt gewoon vast aan de sleutelbos. Nou, die ring kun je natuurlijk ook weer afhalen. Dat kan heel makkelijk. Moet je even gewoon het ringetje even open wippen. Even kijken of dat kan. Zo. Kijk, en dan kun je de ringen uiteraard weer afhalen. Nou, wat is dit? Dit is Flight. Even alles opzij leggen hier. Flight by Steve Thompson. Nou, fantastisch dingetje. En dat meen ik echt. En ik ben een Ring Flight fan. Mensen die mij de Ring Flight ooit hebben zien vertonen. Normaal gebruik ik al een sleutelietui. Gebruik ik al jaren. Met een mechanisme erin. Nou, dit heeft geen bewegend mechanisme. Geen elastieken, geen kettingen, geen touwtjes, helemaal niks. Je ziet... Wat ik hier heb, dat is de Ring Flight zelf. Super gemakkelijk. Als je ding bij je hebt en iemand zegt, doe een truc. 1 seconde en je bent klaar om te prepareren. Je kan hem altijd klaar hebben al, maar een beetje raar. En je bent altijd klaar om dit effect te vertonen. Ja, ik vind het een prachtig ding. Ring Flight, compleet met online video. En klaar voor gebruik ook. Kost $32,95. Ook een hele goede prijs. Maar dat komt omdat het in principe geen... baanbrekend mechanisme is wat erin zit, maar een speciale sleutelbos. En daarom kan die gewoon voor een goede prijs aangeboden worden. Dit is echt een aanrader. Ideaal voor street magic, of als je zegt, ik wil altijd trucs bij me hebben, is dit echt een tof dingetje. Flight by Steve Thompson. Ja, en dan gisteravond, we hebben met Elke Sam, hebben wij... een afspraak dat alle dingen die uitkomen, daar hebben wij exclusief voor de eerste 2 maanden.
Voor Nederland en België hoor, moet ik zeggen. Natuurlijk mogen ze zelf ook verkopen. En zo kwam gisteravond om 7 uur uit de truc Contactless. Nou, wat is Contactless? Dit is een voorbeeldje van, ik kan de truc niet alleen doen. Wat heb je namelijk? Ik moet het daarom even doen met wat er al bij zit. Je krijgt een mooi lederen mapje bij. Dat is wel mooi. Daarin stop je je eigen rijbewijs, je eigen creditcard of een bankpasje en je eigen, weet ik veel wat, pasje, Air Miles, bioscoopkaart, noem maar op. Tijdens de truc zeg je, ik heb hier één rijbewijs, ik heb hier een creditcard en ik heb hier een, ik noem maar iets, bioscoopkaart. Zegt de toeschouwer, ik weet exact welk van die drie kaarten dat jij gaat kiezen. Nou, zou je natuurlijk denken dat iedereen kiest voor de creditcard, kun je mee betalen. Dus ik wil je niet beïnvloeden, je mag de creditcard kiezen, maar je mag ook de bioscoopkaart kiezen. Of rijbewijs, wat je zelf wil. Ik heb het al voorspeld, dus ik raak verder niks meer aan. Je mag één van de kaarten kiezen. De kaart die je kiest is ook jouw keuze. Dus ik ga niet vragen, wijs de creditcard aan. Oh, wijs er nog eentje aan. Je gaat niet doen. Wat je aanwijst is jouw keuze en de rest telt niet meer mee. Nou, stel voor hij kiest het rijbewijs. Dan zegt de toeschouwer, oké, zoals ik zei, ik raak niks meer aan. Je mag de kaart omdraaien. Voor je idee, je krijgt er namelijk allemaal stickertjes bij. En daar zit een stickertje op. Met een vinkje, weet je wel, zo. Tjing. En dan mag je ook de andere kaart omdraaien, de creditcard en de andere. En daar staan kruisen op. Dus dat betekent, deze zou je kiezen, deze zou je niet kiezen. Dus je kunt je eigen pasjes daarvoor gebruiken. Je plakt deze stickers erop, je krijgt er een mooie leren I2B bij. Uiteraard een online instructievideo. Deze truc is super gemakkelijk te vertonen. En het coole is, als je dit mapje bij je draagt, heb je altijd een truc bij de hand. Altijd. Is een tof ding, Contactless. Ja, mentale magie met normale voorwerpen vind ik zoveel beter dan dat je allemaal rare dingen erbij haalt die eruit zien als, hey, er is iets mee. Je bent niet gebonden aan al die pasjes. Je kan ook zeggen, ik pak een creditcard en ik pak, weet ik veel, je ziekenfondspasje of wat dan ook, kan ook. Dus je hebt de keuze. Contactless kost €35 en is uiteraard te bestellen via onze webshop. Nou, dan hadden we, waar is dat gebleven? Ja, we straks even zoeken wat de gimmick is. Oh, het is zo goed gemaakt, mensen, dat ik het niet eens zie zelf. Oké, wat hebben we hier? We hebben hier een oude truc, maar het is wel een heel gaaf dingetje. Je vraagt je af, wat doet hij nou? Nou, je moet het even voorbereiden. Ik heb hier een spel bicycle kaarten. Blauw spel bicycle kaarten. Nou, tof is, ik heb ook een grote speelkaart. En als je nou op dat spel kaarten slaat, ik kon even niks anders verzinnen, dan verandert dat spel kaarten in dit geval in een Rabobank Random Reader, reclame. Maar je kan het in principe in alles laten veranderen wat de grootte heeft van een kaartspel. Nou, dit kon ik even zo snel vinden. Vroeger deed ik dat met mijn Nokia telefoon, maar ja, dat zou een beetje raar zijn. Ja, wel, die heb ik nog wel, maar die bestaan niet meer, dus dat kun je niet meer gebruiken. Dus in principe heette dit ook ooit Phone from Deck. Telefoon uit kaartspel. Nou, dit is super kwaliteit. Niet uit China, super kwaliteit gemaakt. Stevige kaart, mooie gimmick. Verkochten wij voorheen voor €45. Wat hebben we gedaan? We hebben het mystery item van de maand, wat we jaren geleden gebruikten elke maand, even van de stal gehaald. En dat betekent dat op de webshop vind je dit artikel niet onder de trucnaam. Maar als je in een webshop gaat en je zoekt op mystery item van de maand, dan, en je bestelt dat, staat daarbij €19 en dan betaal je slechts €19 voor deze truc. Dus mensen die niet weten wat het is, die zien de website mystery item staan, die denken, geen idee wat het is. Maar als jij dit bestelt, mystery item van de maand, krijg je dus deze kaart voor maar €19. Een tof dingetje en super gemakkelijk. Oké, dan iets wat gewoon super handig is. We maken ze zelf. Nou ja, onze printer maakt ze. Het zijn houders voor een duimspits. Wat is een duimspits? Ja, ik heb als goochelaars gezien die zo'n ding gebruiken. Ik heb geen idee wat je daar exact mee zou kunnen. Waarschijnlijk ook helaas dat wel weten. En deze houder, die kun je bevestigen aan je riem. Je kunt hier, ik
kan het niet echt laten zien. Ik kan het niet echt helemaal door te halen. Je kan je riem hier doorheen halen. Zo, dan kun je hem aan je broek dragen, zeg maar. Maar je kan ook een veiligheidsspeld er doorheen halen. En je kunt hem in je jasje hangen. Nou, zo'n duim past op je duim. Dat is het idee. En die kun je heel gemakkelijk stelen. Of terugzetten. Stel voor dat je daar bijvoorbeeld zout in zou doen. Of water. Nou, en je stopt het in je zak. Huppakee, de keep het om en je hebt een probleem. Nou, op het moment dat je dit draagt met je duim erin. Gebeurt er niks mee en heb je altijd toegang tot hetgeen wat in je duim zit. Nou, dit is de enkele versie. We hebben ook een dubbele versie. Nou, ik hoef het niet verder uit te leggen. Daarin kunnen er twee. Nou, ze passen allemaal perfect. Het is gemaakt op de Vernet duimen. De Vernet Classic en de Vernet Medium duimen op de website. Die passen er perfect in. Je krijgt ze zonder de duimen. Even voor het idee. Duurt 3 uur om te maken. Duurt 4,5 uur om te maken. Dus daar zijn we even, het apparaat is even mee bezig. 14,95 voor de dubbele duimspitshouder. En 9,95 voor de enkele duimspitshouder. Thumbtip holder. Double en thumbtip holder single heten ze op de webshop. Je krijgt er een online video bij. Denk je, waarom? Omdat we wat ideetjes geven over wat je ermee zou kunnen. Hoe je het zou kunnen gebruiken. Ja, daarom eigenlijk. Dus, Dynamo Magic Shop thumbtip holders. In 2 soorten. En er komen nog meer soorten aan. Die staan inmiddels al op de webshop. Maar die laat ik je misschien de volgende keer zien. Ja, en dan voor de mentalisten ook iets potverdikkie gaafs. Van onze grote vriend, Agus Chiu, die heeft een fantastisch ding gemaakt. En het liefst zou ik uitleggen hoe het werkt, dat kan ik natuurlijk niet maken, dat ga ik niet doen. En dat is Inscribed. Inscribed zit in een fantastische verpakking, die ik er nu even niet bij heb gepakt, bedenk ik nu. Een hele mooie doos. En wat is dit? Dit staat op tafel, al de hele tijd. Het is best om niet close-up te gebruiken, het is meer een stand-up of een toneeldingetje. Het staat de hele tijd op tafel. Je komt ook niet in de buurt. En tijdens je act mogen mensen een naam noemen, weet ik veel, een nummer noemen, een bestemming, wat dan ook. Al de informatie die je vergaart tijdens de show, die komt op het einde als een soort climax. Want op het einde van je voorstelling, of op het einde van je act waar je het in gebruikt, zeg je, hier staat al de hele tijd een envelop op deze tafel in dit transparante kistje. Je haalt het deksel eraf. Je haalt het klepje eraf. Je neemt de envelop eraf. En je zegt dan, ik heb hier een dichtgesielde envelop. Die mogen de mensen zelf open scheuren als ze willen. Daarin zit een briefje. En daarop staat exact wat de toeschouwers gekozen hebben in de voorstelling. Nou, ik kan niet meer zeggen dan dat dit een high-tech item is. Het is echt moderne technologie. Fantastisch gemaakt. Ja, ik moet het erbij vertellen. Het werkt via Android en iPhone. Kun jij zorgen dat met jouw telefoon alles in deze envelop komt? Is bizar. Echt bizar. Inscribed is compleet met een uitgebreide instructievideo. Het is niet moeilijk te doen. Het is, wordt allemaal goed uitgelegd. Het geheim is oplaadbaar. Refills hoef je niet echt te kopen. Je kan heel lang doen met één refill. Die je overal in Nederland kunt krijgen trouwens. En wij ook. We hebben ze ook hier gewoon liggen. Dus het is een heel gaaf dingetje. €499,95. Nou zou je zeggen, wauw, dat is een flink bedrag. Ja en nee. Ik ken iemand die ditzelfde systeem maakt. Zonder al deze poespas eromheen. Zonder een mooi kistje en alles. En dat kost je €1700. En dan heb je alleen het ding om een voorspelling te maken. Maar dan gebeurt er verder niks. Dit zou je in je binnenzak moeten stoppen. Je zegt, hup, ik heb in de binnenzak een voorspelling. En hier staat het ook de hele tijd op tafel. Overigens, de verpakking die erbij zit, die heel mooi is. Daar zit hier heb je nou een houten klein raampje onder zitten. Daar zit ook een groot raamwerk bij, waar je dit ding ook in zet. Dan valt hij nog meer op. Staat hij nog meer op een verhoging. Kijk gerust op de website, webshop, voor meer informatie. Je mag ook ons altijd bellen, mailen, of wat dan ook. Wij weten er alles van. Inscribed van Agus Chiu, €499,95. Echt een heel gaaf ding. Aanrader. Zo, krijgen we een droge keel. Uit de LKSM-familie hebben we nog iets fantastisch.
Wat hebben we namelijk? Laat een voorspelling zien. Nou ja, de achterkant van de voorspelling, die leg je op tafel. En je vertelt, ik heb hier 20 verschillende bestemmingen in heel de wereld. Dus Napels, Sydney heb ik hier, Hanoi, Londen, het heeft een beetje door elkaar. Berlijn, Kaapstad, New York, enzovoort, enzovoort. Echt alles verschillend, geen dubbele dingen, geen gekke dingen. Kaarten zijn niet gemerkt of wat dan ook. Ik ben even eerlijk tegen goochelaars, mag ook een keer. Het komt erop neer dat de toeschouwer in zijn act, in je act, één van die kaarten kiest. Je gaat niet gewoon bam kiezen, maar je gaat op een hele eerlijke procedure met een heel mooi verhaal erbij, waardoor je hele act ook mooi is. Check de complete video op onze webshop. Nou, stel voor, hij kiest, ik pak nu even New York. Op het einde van je verhaal matcht dat exact met jouw voorspelling, namelijk New York. Nou, wat is nou extra mooi aan deze set? De truc heet overigens Destinations. Dat je, zeggen mensen, ja, het wordt natuurlijk altijd New York. Nee hoor, je kan zelf kiezen, want het kan ook Londen zijn, het kan ook Venetië zijn, en het kan ook Parijs zijn, het kan ook Sydney zijn, deze instructiekaart. Dus je kan per keer dat je het doet, zelf ook nog variëren met de uitkomst. En dat is interessant. Door enkel dit kaartje, een ander kaartje te pakken, kun je variëren. Super gemakkelijk te doen. En, waar elke zet heel veel mee bezig is, ze braken heel veel trucs brengen ze uit in twee formaten. In de poker size en in de pro size. Nou, kijken we deze hier open. We hebben hier poker size liggen. En ik leg even een pro size langs. Zie. Dat is toch wel een verschilletje. Poker size en pro size. Destination heet de truc. De truc is exact gelijk. Maakt niet uit of je klein of groot kiest. De prijzen van Destinations zijn als volgt. De kleine versie, de pokerversie, €33,95. En de pro-versie, €38,95. Moeilijkheidsgraad op een schaal van 1 tot 10. 2. Echt heel makkelijk dus. Eigenlijk zelfwerkend. En als je de video bekijkt, bekijk hem dan zeker helemaal. Want nadat ze de originele versie hebben uitgelegd, zeggen ze nog, en we hebben nog een makkelijkere versie. En die is eigenlijk exact hetzelfde, maar dan veel makkelijker. Dus je kan beter eerst doorskippen tot de helft. En dan verder kijken. Echt tof ding. Aanradertje dus. Destinations. Een ander ding wat momenteel ook echt letterlijk de deur uitvliegt, maar wat heel moeilijk verkrijgbaar is, is dit. Less is More. By The Orange Tree, oftewel Joe Deng. Het is een oud klassiek, eigenlijk, ik moet bijna zeggen, psychologische truc. Het is geen truc, maar de mensen die ik het heb laten zien, die zeggen, hè, maar hoe? En dat kan ik je bijna niet uitleggen in de video. Ik kan natuurlijk wel laten zien hoe het effect eruit ziet. Je krijgt prachtige instructies bij in het Chinees. En joh, je krijgt ook een instructievideo bij in het Engels. En je krijgt 3 houten blokjes. Ja, zeg je. Is dat alles? Ja, dat is alles. Je krijgt 3 houten blokjes. Wat is het idee van Less is More? Je zegt tegen de toeschouwer, ik kan een heel mooi verhaal bij vertellen nog, dat ga ik je helemaal besparen. Maar het komt erop neer dat je tegen de toeschouwer zegt, zou jij die 3 blokjes willen optellen? Ja, de toeschouwer telt ze op. Oké, zwaar. Met de toeschouwer, nou, eigenlijk wel normaal. Oké, ik ga je het vreemd vertellen. Je hebt nu 3 blokjes opgetild. Maar wat nou als ik jou zou zeggen, dat als je 2 blokjes optilt, dat ze zwaarder zijn dan die 3 die je net hebt opgetild. Dan zegt de toeschouwer, nee, kan ik me niet voorstellen. Ik zeg jou dat als je 2 blokjes optilt, dat ze zwaarder zijn als die 3 van net. En dan tilt de toeschouwer ze op en dan zie je al meteen, denken ze, huh? Hoe kan dat? Zeg je, maar dat is nog niet alles. Je hebt net gemerkt dat 2 blokjes zwaarder zijn als 3. Dan ga je nu vertellen dat als je met 1 blokje optilt, dat het nog zwaarder is dan die 2 of die 3. En dan tellen ze 1 blokje op en dan is het helemaal zwaar. Ik heb er zelfs iemand gehad die boven zich het blokje niet eens natuurlijk opgetild kreeg. Even voor het idee, we hebben geen magneten, helemaal niks, we hebben gewoon blokjes. Uiteraard is er een geheim, maar het mooie is dat jij de blokjes niet hoeft aan te raken. Er zijn geen gimmicks of wat dan ook, geheime dingen die je niet ziet. Alles zit hier gewoon in. En het hele, de hele illusie speelt zich af in het hoofd van de toeschouwer. Het is namelijk zo, je ogen misleiden jezelf en je hersenen. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. De logica zegt, dit is het geval.
Bij je ogen zien iets anders en daar is een klein conflict en daarom gaat het mis. Dus als je houdt van psychologische wondertjes, dit is echt een cool ding. Gemaakt van walnotenhout is ook nog heel mooi qua kwaliteit en afwerking. In een mooie verpakking, tegenwoordig toch wel belangrijk. Moeilijk leverbaar wel. De eerste partij was in 1 uur weg, dat is niet gelogen, in 1 uur. Ik wil terug instoppen, maar de beschrijving blijft hangen. Was in 1 uur weg. En de tweede batch, een flinke levering hebben die gehad. We hebben op dit moment nog 2 of 3 stuks. Er komt nog nieuw, er zou geen nieuwe komen, er komt nog een nieuwe lading. Maar het is heel mooi. Wat kost dit? €99,95. Is dus niet goedkoop, maar je krijgt wel een kwalitatief hoogwaardig product. Less is More van The Orange Tree Studio. Echt een aanrader. Laat ik het zo zeggen. Deze versies, de demo versie die we gebruiken, gaat nooit weg. Die blijft van deze jongen. Die blijft voor mezelf. Ik verzamel zelf ook mooie dingetjes en deze blijft in mijn eigen verzameling. Want je zal zien dat er een moment komt dat ze het plots niet meer maken. Wat op zich mooi zou zijn. En dan blijft het alleen beschikbaar voor een beperkt aantal mensen. En heeft niet iedereen het gehad. Altijd gaaf. Is deze in ieder geval voor mij. Daarop terugkomende. Speciale dingetjes. Elke dinsdagavond om 19:30. Verzorg ik een livestream. Wat is een livestream? Een livestream is een video die ik live uitvoer. Wat je nu kijkt is opgenomen. Het is nu donderdagmorgen 9:40 en ik neem dit op. En je kijkt het op een later moment terug. Livestream wil zeggen dat ik om 19:30 echt klaar zit voor de camera met een doos vol met spullen. En die presenteer ik live op camera. Dat gaat via YouTube. En de link die kun je vinden op de Kurt Katana Collectie Facebookpagina of op de Dynamite Magic Shop Facebookpagina. Die link is namelijk elke week anders. Je moet even naar onze Facebookpagina gaan. Daar kun je op de link klikken. En dan ga je naar de speciale video op YouTube. En als je een account hebt, dat is wel vaak wel handig, dan kun je ook, is er een chat langs namelijk. En dan kun je gewoon in reageren. Hoe werkt het? Ik laat het terug. Ik zeg, nou, dat was het eerste keer het geval. Zeg ik, nou, we hebben trouwens een nieuw dingetje. Less is more. Ik liet het zien met de blokjes. Mensen kunnen reageren. En toen gebeurde het volgende. Ik wil een set. Ik wil een set. Ik wil ook een set. Ik wil ook een set. Ik ook. Uitverkocht. Misschien, ik was in 1 minuut uitverkocht, als ik het zo moet zeggen. Nou, wat is er nou aan de hand? Zoals je misschien weet, vanaf maart heb ik de collectie van Corleone, de Corleone collectie, overgenomen. En die is volledig verkocht geworden in de livestreams. Er zaten unieke dingen bij, heel veel dingen als nieuw, heel veel dingen ook gebruikt. Nou, dat was allemaal op, dat is helemaal uitverkocht. Vorig jaar augustus is Kurt Katana, Kurt Huberecht uit België, met zijn vriendin Nathalie gaan duiken in België, in de zee. Ze zijn van de boot afgegaan om de diepte in te gaan en ze zijn beide nooit meer boven gekomen. Nou, misschien heb je dat verhaal ooit gehoord, heel triest verhaal. De familie heeft vorig jaar heeft in september via een goochelaar contact met me opgenomen met de vraag: goh, zou jij eens willen komen kijken naar al die spullen? Want ja, het kan hier gewoon niet blijven liggen. En we zouden graag willen dat het spul allemaal goed terecht komt. Nou, daar ben ik geweest kijken. En het is een heel georganiseerd geweest. Want als iemand nog steeds vermist is. Overigens is Nathalie in september gevonden. Dit jaar. Dus een jaar later. Ruim een jaar later is zij gevonden. Maar van Kurt ontbreekt nog steeds elk spoor. Dus al de spullen liggen hier. Ik heb hier een week lang tot 's avonds laat, tot in de nacht, al de spullen zitten sorteren, uitzoeken, beschrijvingen erbij. En we hebben het hier over honderden trucks, dozen vol, echt grote dozen vol, gesorteerd allemaal. En ik kan je zeggen, veel spullen zijn nieuw, veel spullen zijn zo goed als nieuw. En er zitten een paar dingetjes, die zijn dan gebruikt, maar dat is echt weinig. En we hebben het over dingen van Dirk Lozander, maar ook over Collectors Workshop. Maar ook de normale kaarttrucs, dvd's, boeken, alles wat je kunt bedenken zit erbij. Alleen echt kindertrucs niet echt. Wel wat toneeltrucjes, maar kindertrucs is het enige wat ik eigenlijk niet heb kunnen ontdekken daarbij. Al die trucs komen dus voorbij in de livestreams. Vind je niet op onze webshop, vind je niet in deze video. Daarvoor moet je op de livestream zijn. Het kost niks om erbij te wonen en je kunt tijdens die livestream, laat ik bijvoorbeeld een truc zien. En zeg ik, nou, bijvoorbeeld hè.
38,95 kost deze normaal. Nou, deze is gewoon nieuw of als nieuw, maar voor de liefhebber vandaag 20 euro. Nou, en dan zie je, afhankelijk van de truc, ja, ik wil hem hebben. Wie het eerst is, die krijgt hem dan. Zo gingen er afgelopen dinsdag, kwamen er 53 trucs voorbij in anderhalf uur, waarvan er 49 meteen verkocht waren. Dat geeft aan hoe interessant het materiaal is wat ik laat zien. Dus als je daarbij wil zijn, kijk dat gerust. De komende week, komende dinsdag, is aflevering 37. Dus we hebben er al een aantal gehad. Ben erbij. Dus de Kurt Katane collectie via de Facebookpagina of de Dynamo Magic Shop Facebookpagina. Heb je nou geen Facebook en zeg je potverdikkie, ik wil het wel een keer zien. Neem contact met ons op, van tevoren, niet een uur van tevoren, want dan zit ik niet aan mijn computer te wachten al. De link maak ik namelijk een week van tevoren al. Mail of app ons in de loop van de week. Goh, zou je mij de link kunnen geven? Dan kunnen wij die jou sturen en dan kun je op de dinsdagavond die link gewoon volgen, ook via jouw e-mail of wat dan ook. Dus, check dat eventjes. Wat is dit? Dit is, oh ja, dat is ook mooi. Stel voor, je hebt een grote munt. Of stel voor, je hebt een tweede munt. Of stel voor, je hebt een derde munt. Dan heb je al drie munten. Drie munten. Stel, je pakt één van die munten pak je in je hand op deze manier. We hebben nog twee munten over, die pakken we even zo bij elkaar. Je blaast. En één munt verdwijnt. Okay. Heb je nog twee munten over. Eén van die munten stoppen we in hand. Verdwijnt ook. En de laatste munt gaat in je hand. En verdwijnt ook. Dat is split focus. Nou, je kan, Greg Wilson doet het op andere manieren beginnen met ik heb niks in mijn handen, bla 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 bla. En haalt dan uit zijn hand een munt. Op een iets andere manier. Nou, maar dit is split focus. Ik wil gewoon even laten zien wat de mogelijkheden een beetje zijn. En split focus van Gregory Wilson verkocht hij ook al op zijn lezingen. Het is een fantastisch gaaf ding. Een enorm toffe gimmick. Het is eigenlijk gebaseerd op de Super Triple Coin van Johnny Wong. Die maakt deze ook trouwens. En is beschikbaar in Eisenhower dollar. Dat heb ik hier in mijn hand. Dat zijn echte Eisenhower dollars. Daar is de gimmick van gemaakt. En hij is beschikbaar in Morgan replica munten. Net zo groot. Allemaal dollar size zeg maar. Maar dan heb je Morgan replica's. Ja, en op de meegeleverde video leer je een aantal verschillende varianten. Een aantal mogelijkheden van deze truc. Is het moeilijk? Nee, het is niet moeilijk. En dit is ook eentje die je altijd bij je kunt dragen. Je krijgt ook een money clip bij en wat andere dingetjes nog. Want het is een heel mooi ding om gewoon uit het niks bam 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 te doen. Een van mijn lievelingseffecten. Kost 215 euro. Compleet met heel veel instructievideo's. Nou, zeg je nou, ik vind het een waanzinnige routine. Ik weet hoe die werkt en ik heb die instructievideo's niet nodig. Dan mag je altijd contact met ons opnemen. Want wij verkopen een set die volgens hetzelfde principe werkt. En die wij kunnen hem voor je ombouwen. Maar je kan hem ook zelf ombouwen, eventueel. Kunnen we je zeggen hoe dat kan. En dan heb je voor een lager bedrag ook dezelfde truc. Maal het op, dan heb je niet al de video's die hierbij horen. Dit is een complete set. Van ons krijg je dan enkel en alleen de speciale munt. Die Excel is wat hierbij zit. Geen money clips, geen andere dingetjes. Maar die hebben we ook. Kun je altijd anders vragen. Maar ik zou gaan voor dit, want dit is echt waanzin. I love this. Split focus van Gregory Wilson. 215 euro. Het houdt niet op. Dan, voor de kindergoochelaar. We hebben er lang op gewacht. Een grote goochelstok. Die kan je tijdens je act gewoon gebruiken voor allerlei dingen. En op het moment dat jij wil, dan valt die stok even uit. Wacht, wat is dit nou weer? Wacht even. Valt die stok helemaal uit elkaar. En dan heb je een magische goochelstok. Je kan uit door het raam kijken. Oh, hallo. Hallo. Weet ik veel, je kan er allemaal grappige dingen mee doen. De basis is dat hij natuurlijk uit elkaar valt, daar gaat het om. Het is de Fishing Pole Wand. We hebben deze opnieuw laten produceren. Die is eigenlijk niet meer op de markt. De Fishing Pole Wand. Fishing Pole Wand kost 29,95. Nou, je krijgt er basisinstructies bij, want in principe is het is gewoon wat het is, de stok die uit elkaar valt. Waarom heet die Fishing Pole Wand?
Ja, omdat hij eruit ziet als een vishengel. Dus je kan hem gewoon zo hup, uit elkaar laten vangen en vallen. En dan... Je kan hem natuurlijk ook aan een kind geven. Dat je zegt, hier heb je de goochelstok. Weet je, net als de breakaway ones. Geef je hem, hey, alsjeblieft, het kind pakt hem aan. Voep, en je loopt weg. Iedereen lacht, je kijkt erom en zegt, wat is dit? Wat heb je gedaan? Het is een hartstikke dure stok en dan sta jij gewoon in mijn act te vissen. Wat kan toch niet wat je nou doet? Nou, helemaal gemaakt van hout. Keurig netjes afgewerkt. Fishing pole wand. Exclusief bij Dino Magic Shop. Voor, ook zeg maar deze kant leggen. 29,95. Leuk dingetje voor je kindershows. Het houdt niet op, mensen. Ja, je hebt het misschien gezien op televisie. Je hebt het misschien gehoord op de radio. Je hebt het misschien gezien op social media. Het boek is uit. Sinds vorige week vrijdag is het boek beschikbaar. Fred Kaps, meester goochelaar. Ja, ik heb er nooit heel veel verdiept nog in het leven van Fred Kaps. Dus toen Michel, de schrijver Michel van Zeist, mij dit boek bracht. Ja, heel veel boeken bracht. En zei René, voor al je hulp krijg je er ook eentje. Wat ik heel erg waardeer. Daarvoor dank Michel. Ben ik het boek meteen gaan lezen. Ik heb het in 3 avonden helemaal uitgelezen. Het is een prachtig boek. Je ziet wat Hans Klok staat er ook in. Het beschrijft het leven van Fred Kaps, maar dan niet vanuit één persoon eigenlijk, maar vanuit allerlei personen. Dus eigenlijk zijn er allerlei mensen, bijvoorbeeld Ron van Magic Shop. Iedereen vertelt eigenlijk iets over zijn ervaringen met Fred Kaps of wat Fred Kaps heeft betekend voor de goochelwereld in de ogen van. Dus ik sta zelf ook in ergens, ik sta niet in zoeken nu, maar goed. Vertel ik wat ik denk dat Fred Kaps betekend heeft voor de goochelwereld en hoe de situatie nu is. Hier staat Colt. In verhouding tot vroeger en nu. En zo zijn er allerlei mensen die Tony Eijk, de muzikant die vaak met hem samengewerkt, die vertelt over wat hoe zijn ervaringen met hem zijn. Erg leuk. Zijn vrienden, waar hij mee omging, waar hij gewoond heeft. Als je daarvan houdt, is dit het ideale boek voor. En om te lezen en om in je goochelverzameling te stoppen. 39,95 kost dit. Er zijn flink wat pagina's. Het zijn er 256. Nee, het zijn er niet zo weinig. Dus als jij een leuk Sinterklaas of kerstcadeau zoekt, denk dan aan dit boek. Want het is een mooi boek in de Nederlandse taal nog wel. En Michel heeft er enorm veel tijd in gestoken samen met al de mensen die hem geholpen hebben om de informatie te vergaren voor hierin. Dus als jij meer wil weten over deze... het was eigenlijk de eerste bekende Nederlandse goochelaar. En dan bedoel ik mee, je hebt bekende Nederlanders en je hebt goochelaars. Maar dit was eigenlijk de eerste bekende Nederlander die goochelaar was. Daarna heb je natuurlijk Hans Kazan, kwamen, Hans Klok, heb je nog, je hebt Victor Mits. Dat zijn ook allemaal bekende Nederlanders, zeg maar, die ook goochelaar zijn. En Fred Kaps was eigenlijk de eerste in zijn soort in Nederland. Veel mensen, zeker mensen op leeftijd dan, buiten de goochelwereld, die kennen, als je naam Fred Kaps, kennen ze allemaal. Dat was toen echt een heel veel geziene gast. Gast natuurlijk in programma's. Die overal te gast was. Op televisieprogramma's. Ook in Amerika. En overal ter wereld. Fred Kaps boek 39,95. Dan iets mooi exclusiefs weer van LKSM. We hebben hier namelijk een voorspelling. En we hebben hier 2 stapeltjes kaarten. En die stapeltjes kaarten bevatten elk 5 foto's van mensen. Ik ga er meteen meer over vertellen, want ik moet even 3 personen spelen. Ik moet de mentalist zijn die het verhaaltje leidt. En ik moet 2 toeschouwers zijn. Ik moet even kijken dat ik het goed doe. Toeschouwer 1 en toeschouwer 2 krijgen allebei tegelijk het stapeltje. Maar dat kan ik niet tegelijk, dus ik speel even allebei. Toeschouwer 1 neemt 1 kaart uit het stapeltje. Houdt die achter zijn rug. En legt het stapeltje even terug op tafel. Of houdt hem achter zijn rug. Toeschouwer 2 doet hetzelfde. Pak 1 kaart uit het stapeltje. Zo. Houdt hij ook achter zijn rug. Dan komt hij terug met het stapeltje. De stapeltjes worden geruild. En toeschouwer 1 mag de kaart terugstoppen. Omgekeerd in het stapeltje. En toeschouwer 2 mag ook de kaart omgekeerd terugstoppen in het stapeltje. Dat is wat er gebeurt. Dus toeschouwers weten zelf niet wat ze doen en welke kaart ze hebben omgekeerd. Dan vertel je verhaal. Nou, je mag zelf weten welk verhaal, maar het verhaal zou ongeveer dit kunnen zijn. Er was ooit een echtpaar. En dat echtpaar had helemaal niks met alles wat met parapsychologie, paranormaal, gedachten lezen, helderziend,
extrasensory perception hadden helemaal niks mee. Die zeiden, dat is allemaal grote onzin, dat doen wij niet mee. En de mensen die dat beoefenen, vinden we echt gewoon niet oké. Dat liep zo hoog op, dat ze 8 mensen die op een instituut bij hun in de buurt zaten, die dat leerden, hebben uitgenodigd op een avond voor een etentje. Die mensen kwamen er binnen, gingen aan tafel zitten, grote ronde tafel. Mensen kregen een drankje en een hapje. Ze namen natuurlijk allemaal een slokje van het drankje. Maar wat ze niet wisten, was dat de 2 moordenaars die daar aanwezig waren, bij de 8 gasten vergif in het drankje hadden gedaan. Dus die mensen merkten dat er iets speelde, maar konden niks meer zeggen, want het drankje verlamde hunzelf. Ze konden niet meer praten, ze konden niet meer bewegen, ze zaten alleen maar stokstijf op hun stoel. En langzaam zeker stikten ze ook en overleden ze ter plekke aan de tafel. Dus 8 mensen overleden die avond en 2 mensen overleefden. Dat waren natuurlijk de moordenaars. Nou, wat we hier hebben. De 8 mensen die het niet gehaald hebben. Ja, we hebben net 2 moordenaars gekozen. En dat weten we, want we hebben 2 kaarten laten omkeren. En daar gaan we even nu van uit dat die 2 kaarten die omgekeerd zijn, de moordenaars zijn. We hebben hier 1 kaart, dat zou een moordenaar moeten zijn. En we hebben hier nog een kaart en dat zou ook een moordenaar moeten zijn. Nou, wie hebben we vandaag als moordenaars? We hebben vandaag als moordenaar deze meneer die op zich niet zo verdacht uitziet. En deze mevrouw die op zich, ja oké, die kijkt me een beetje gemeen, maar ik hoor een beetje oké. Dat wist ik. Ik wist dat dit de moordenaars waren. Dat kan ik laten zien. Want in deze envelop zitten namelijk 2 foto's. De envelop is echt leeg, geen speciaal envelop. En dat zijn namelijk exact deze mensen. Sterker nog, ik was er zo zeker van dat ik achterop de kaart heb gezet dat dit de moordenaars zou zijn. Sterker nog, ik wist zo zeker dat jij deze kaarten zou kiezen, dat al die mensen ook 100% zeker dood zijn. Nou, dit is Deceased, The Return van Jamie Dawes. Hij staat bekend om zijn dark series, zeg maar de donkere trucjes. Dus wat lugubere dingetjes met een tof verhaal erbij. Nou, even zo een beetje netjes maken. Het is een fantastische routine. De kaart mag je zelf beschrijven. Ik heb het nu erop gezet. Je kan ook in het Nederlands erop zetten. Bijvoorbeeld moordenaar of overleden. Of dood of wat dan ook. Ik heb alles zelf opgeschreven met stift. Dus je krijgt ze onbeschreven. Even een beetje terug doen. De truc is in principe altijd weer klaar voor gebruik als je dat wil, nadat je hem gedaan hebt. Deceased, The Return komt compleet met een online instructievideo. Uitgebreide video. De truc is makkelijk te doen. En hij berust compleet op audience management. Dus dat betekent dat jij alleen moet zorgen dat de toeschouwers goed luisteren wat je zegt. Pak een kaart uit het stapeltje. Hou de kaart vast. Draai de kaart stapeltjes om, draai de kaart om en stop hem omgekeerd in het stapeltje. Doen ze een van die dingen niet, heb je een stapeltje zonder omgekeerde kaart, probleem. Maar voor de rest, fantastische truc. Werkt ook altijd. En voor een goede prijs. Want Deceased, The Return, in pro-size kaarten, we hadden het straks al over Destination, dit zijn de pro-size kaarten, kost €38,95. En we hebben gemerkt dat trucs met een verhaal, dat weet ik al jaren, maar toch, we merken hier, dat we hebben steeds meer trucs met een verhaal erbij. Dus je hoort een verhaal bij, vind ik, als waarom laat je foto's zien. Die komen bij het publiek veel beter aan en verkopen ook veel beter, omdat het veel mysterieuzer is. Dus dat is één van de Dark Series trucs van elke zaak. Maar we hebben er nog één. We hebben er nog één. Daar heb ik nu even geen verhaal bij. Maar het komt erop neer dat jij legt een aantal figuren neer en de toeschouwer mag ook figuren. Ik heb even op mijn hoofd of zij nou figuren neerlegt. Je mag ook figuren neerleggen. Ik ga even voor het idee. En uiteindelijk, nu matcht er helemaal niks, want alles zit door elkaar. Maar uiteindelijk draai je alles om en dan matchen de echtparen. Dit is natuurlijk, die kan ik ook niet alleen doen, dus dan hebben we hier een Williams. Dan liggen alle Jones hebben we hier met, wat een zootje, nee. Jones, we hebben Miller met Miller, Wilson, Wilson. Dus de figuren matchen niet, zoals je ziet. Alles wordt willekeurig neergelegd door de toeschouwer aan de goochelaar. Maar dan komt het bizarre dat uiteindelijk alle echtparen
wel matchen. En dat is echt wel tof. Met een verhaal erbij zit ook een mooie kaart bij die je kunt gebruiken. Het hele verhaal ondersteunt, wat er allemaal gaaf uitziet. Ook dit is er eentje met een verhaal. Check de hele vertoning even op onze webshop. Want dit is echt puur om een beetje een idee te geven wat het is. Maar dat kan bijna niet. Je moet er daarvoor even het filmpje bekijken. Deze truc heet De Ziener, De Zenner Murders. Dit is een poker size versie. Is wat goedkoper, €30,95. Compleet met alle kaarten. Het is een systeem wat je moet leren. Dat wil zeggen, het is niet zelfwerkend. Zeker niet zelfwerkend. Maar als je het eenmaal door hebt, is het een fantastisch iets. Het is een gaaf dingetje. De Zenner Murders, €30,95. Dus al deze elke ZM trucs exclusief bij Dynamite Magic Shop voor Nederland en België. Dan hebben we nog, ja, ook zoiets gaafs. Kwam ook gisteren binnen. Unseen Force. En ik zag vanmorgen de orders al online. Je wil niet weten hoeveel van deze dat we al verkocht hebben online. Ja, bizar. Unseen Force. Wat is het? Ik ga het je niet laten zien, want er zit een gimmick in. En dit is het allernieuwste levitatiesysteem. Oftewel, het allernieuwste zweefsysteem. En daarmee kun je, ik laat een video hieronder in draaien, daarmee kun je dingen op onmogelijke manieren laten balanceren. Je kunt voorwerpen laten bewegen, je kunt ringen omhoog en omlaag laten zweven in je hand, van je hand naar je andere hand. Je kan er van alles mee doen. En het tofste is, je handen zijn ten alle tijde leeg. Dat wil zeggen, je hebt geen gimmick of wat in je handen, je hebt geen gimmicks in je zakken. Je kan het met korte mouwen vertonen. Je hoeft niet eens een broek te dragen als je niet eens wil. Zou ik wel doen trouwens, anders heb je te veel afleiding. Het is een werkelijk geniaal ding. Beter dan wat er op de markt is, vind ik, op dat gebied. Er bestaat al iets, maar dat is lang niet in deze buurt. Voor meer informatie mag ik dus altijd vragen. Ik kan gewoon niet te veel verklappen hierover. Voor de prijs hoef ik niet te laten. €79. Het is geen elektronica. Dus je hoeft niet bang te zijn dat de batterijen of accu's leeg raken. Het is een mechanisch systeem. Maar oh zo goed. Van TCC Magic. Nou, we hebben nog geen product gezien van TCC. Wat niet goed is qua kwaliteit. Dus we durven dit zonder risico in te kopen en ook te verkopen, want het zijn allemaal kwalitatief goede producten. Unseen Force, a brand new way of levitation, is goed te leren. Op de video leren ze namelijk ook een manier waarop je niet deze gimmick gebruikt, maar dan maken ze even met huistuin en keukenvoorwerpen, bootsen ze de gimmick na. Zodat je eerst kunt oefenen met een hele simpele methode, zodat je precies weet hoe alles werkt. En dan pas dit gaat gebruiken. Dat voorkomt namelijk onnodig veel gepriegel. Meer kan ik niet over vertellen. Sorry, ik zou graag meer vertellen, maar dan ga ik verklappen hoe het werkt. Unseen Force, €79. Net niet gered, kwamen net mensen binnen. Dus ik moest even onderbreken. Hey, volgende week is het zover. Sinterklaas. En ja, wat is Sinterklaas? Sinterklaas die is natuurlijk gek op schoenen. Want als jij schoenen hebt die gevuld zijn. Dus je hebt bijvoorbeeld hier een schoen met een wortel en een verlanglijstje. We hebben er 1, we hebben er 2, we hebben er 3, we hebben er 4. Allemaal schoenen met verlanglijstjes en wortels. Sterker nog, we hebben er 5, we hebben er 6, we hebben er 7, we hebben er 8. En we hebben natuurlijk Sinterklaas. En Sinterklaas, die vult al die schoenen. Hoe doet hij dat? Hij gaat over het dak. Zo. En vult een schoen met cadeautjes. Zo vol dat je niet eens meer de schoen kunt zien bijna. Dat doet hij super snel. Dit met de tweede kaart ook. En je hebt allemaal cadeautjes in je schoen. Of met de derde kaart. Hup, want je hebt allemaal cadeautjes in je schoen. Of de vierde kaart. Hup, je hebt allemaal cadeautjes in je schoen. Nou is de Sinterklaas natuurlijk snel. Maar op echte pakjesavond moet het nog sneller gaan. Dan is het Sinterklaas in turbo. Sinterklaas is niet voor niks een staf. Een goochelstaf. Hij doet dan dit. Gaat super snel. Sorry voor de geluiden. En dan heb je namelijk alle schoenen vol cadeautjes. Wat is dit? Dit is Sint Goes Wild. Dit is de makkelijkste manier om Sint Goes Wild te vertonen. Het is de wildcard in Sinterklaas uitvoering. Naar een idee van Leon. Leon Heusen die hier werkt natuurlijk. Dit is de makkelijke versie. We hebben een aantal varianten die we je leren op de video. Ook de versie die Leon altijd gebruikt. Die vind ik visueel nog veel mooier. Maar ik heb hem nooit geoefend. Dus die kan ik je nu niet laten zien. Sint Goes Wild is natuurlijk ideaal voor al je Sinterklaas trucs, als je Sinterklaas voorstellingen. En kost, even kijken, €15. Compleet met kaarten en online instructievideo's. Zijn goede kwaliteit kaarten, mooi gemaakt.
Door onszelf uiteraard. Dus aanradertje voor al je voorstellingen met Sinterklaas. Sin Goes Wild, 15 euro. Nou, nu moeten we aardig wat knippen. De winkel is open en komt er niet meer mensen binnen. Ik moest nog één truc. Dus ik ga proberen nog te laten zien. Wat hebben we namelijk? Dat is ook een toneeldingetje. Ik heb hier een grote doos. In die grote doos zit een voorspelling. En voordat ik die laat zien, nodig je een toeschouwer uit. En die zet je bijvoorbeeld hier neer. Met mijn rug naar mij toe en naar het publiek. Zodat hij niet kan zien wat er in deze doos zit. En dan zeg je, ik heb hier een doos. Dat is helemaal dicht, die doos. In die doos zit een voorspelling. En dat is deze aap. Deze aap. Die stoppen we hier even zo mooi terug in. Zo. Deksel erop. Ik laat hem hier in het zicht staan. Want, toeschouwer, je mag weer kijken. Toeschouwer draait zich om. Ziet het publiek, ziet mij ook. En dan zeg je tegen het publiek, dames en heren en toeschouwer, je mag zo meteen uit al deze kaarten één kaart kiezen. Op de kaart zijn allemaal dieren. We hebben bijvoorbeeld een olifant, we hebben een hond, we hebben een kat, we hebben een aap, we hebben een slang, we hebben een konijn. Allemaal verschillende dieren. Jij mag zelf, zeg je tegen de toeschouwer, of kiezen of je wijst een kaart aan, of je mag stop zeggen. Het maakt niet uit wat je doet. Nou, stel ik me voor dit, kom weer ergens bij het kom. Ah, op deze kaart. Je weet zeker deze kaart. Oké, dan zeg je tegen de toeschouwers, oké. Toeschouwer kies deze kaart, heel mooi. Hou je hand even open. Toeschouwer houdt zijn hand open. Nou, dat is deze kaart. Die leg ik even hier neer. Oké. Bekijk de kaart even. De toeschouwer, die bekijkt zijn kaart. En je gaat je concentreren. Ha. Als je het lichaam van het dier bekijkt, zit er iets langs aan? De toeschouwer, ja. Ja. Oké. Oké. Het is een dier wat heel handig in bomen kan klimmen. De toeschouwer, nou, denk het niet. Oké, laten we even uit de kleur. Het is een bruinachtig dier. Nou, zegt de toeschouwer, dacht ik niet. Oké, het is ook niet een heel groot dier, het is een best wel klein diertje, zegt de toeschouwer. Nou, niet echt. Zegt de toeschouwer, hoezo? Zegt de toeschouwer, wat had je gekozen dan, vraag je dan, zegt de toeschouwer. Nou, een olifant. Even wachten hoor. Een olifant, ja. Oh, ja. Een olifant, zei je. Nou, dat klopt. Want in deze doos zit namelijk, even eruit halen, een grote olifant. En de doos is uiteraard compleet verder leeg. Geen dubbele bodems, wat dan ook. Dit is monkeyfant. Nou, monkeyfant, omdat het een monkey en een fant, olifant is, zeg maar. Monkey en elephant. Monkeyfant is een superleuke truc. Wij hebben hem zo nu gemaakt als mentaal trucje. Dus dat je een verkeerde voorspelling maakt, maar alles verandert nog. Maar je kan, dan heb je twee monkeyfants nodig. Dan krijg je ook twee sets kaarten. Kun je ook een doos hebben met een olifant en een doos met een aap. Maak de doos dicht, je knipt je vingers. Kijk in de doos. Hey, in de doos van de aap zit nu de olifant. En in de doos van de olifant zit nu de aap. Maar we knippen nog een keer de vingers. En hier zit weer de olifant en hier de aap. Zijn de kinderen. Je hebt het helemaal niet laten zien. Oh, heb ik niet laten zien. Nog een keer. Olifant erin, aap erin. Knippen de vingers. Aap eruit, olifant eruit. En weer terug erin, enzovoort, enzovoort. En op het eind kun je de dozen leeg tonen. Maar dan heb je twee sets nodig. Dan krijg je dus twee gimmicks die je net hebt gezien. Dat is een gimmick. En je krijgt twee sets kaarten. Het zijn er zes. Nou ja, ja, het zijn er zes. Zes. Als je twee sets hebt, kun je samenvoegen. Heb je nog meer keuze voor de toeschouwer. Is nog mooier. Heb je een set van 12 kaarten. Dat ziet ook nog mooier uit. En dan kun je en de mentale routine doen. En de gewone routine. Monkeyfant. Voor een ongelofelijke prijs. Van 39,95 krijg je dus de speciale. Noem het even. Knuffel. De kaarten en online instructies. De doos. Deze doos krijg je er niet bij. We hebben deze doos toevallig daarvoor gebruikt nu. Het is een oude doos die al lang hier staat. Deze komt van IKEA. Ik weet even niet het artikel van volgens mij 5 euro bij IKEA zijn. Je hebt ze in wit en zwart. En hier past het perfect in. En hij kan ook plat. Maar als je hem plat vouwt, is het zo'n ding. Dus wij hebben ze niet ingekocht om bij de truc te verkopen. Want als we dat moeten opsturen, is het qua afmeting echt
niet handig om te versturen. Dat is een hele raar formaat dozen dat je dan krijgt. Dus je kan dit zelf bij IKEA kopen. Maar je kan ook elke papieren zak gebruiken waar het in past. Elke plastic zak gebruiken waar het in past. Elke kartonnen doos gebruiken. Je kan een schermpje neerzetten ook. Gewoon twee stuk kartonnen zo aan elkaar. Of hout, wat je wil. Dier erachter. En klaar. Alles kan. Superleuk gemaakt, al zeg ik het zelf. Monkey Fund. Bij Dynamo Magic Shop. Compleet met de kaarten. €39,95. Voorzichtig. Oké. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Voor mij, naar mijn idee, rommelige aflevering. Omdat ik een paar keer moet stoppen vanwege dat de winkel niet open is. En noem maar op. Dat ik niemand heb die kaarten kan kiezen. Niemand heb die pakjes achter zijn rug kan houden. Dus ik moet het allemaal zelf doen. Maar toch hoop ik dat je er iets leuks van hebt gezien. Als het goed is, heb je nu 13 of 14 dingetjes gezien. Nou ja, dat betekent, wat zei ik? 56 stuks. Dat er nog een 43 stuk zijn die je niet gezien hebt. Wellicht komt er iets in de volgende update. Maar ik ben bang dat we dan alweer zoveel nieuwe dingen hebben. Want echt, je ziet het, 2 per dag gemiddeld komen er binnen. Zijn er 10 in de week. 10 nieuwe dingen in de week. Is echt veel. Wil je dingen met eigen ogen zien? Je ziet het nu achter mij, is het nu even leeg. Maar je net waren er mensen. Dus je kan altijd naar de winkel komen. Denk aan je mondkapje. We helpen je graag. Het is over het algemeen rustig in de winkel. Dus je hoeft niet bang te zijn. Uitzonderingen daar gelaten. Als je binnenkomt dat hier 10 mensen staan. Want dat hebben we de laatste weken niet meer meegemaakt. Dus qua veiligheid bedoel ik daarmee. Hoef je geen zorgen te maken. Dus neem je mondmasker mee. En je bent van harte welkom. En we laten je graag alles zien. Dus niet vergeten. De winkel is gewoon geopend. Online zijn we ook geopend. Maar hou er rekening mee dat de post of DHL serieus vertraging heeft. Bestel niet vandaag omdat je morgen moet hebben. Dat heb ik toevallig als voorbeeld gemerkt. Dinsdag hebben we alle pakketten naar de PostNL gebracht. Het is nu donderdag. De eerste pakketten komen vandaag pas aan. Er zijn al 2 dagen. En er zijn ook pakketten die nog niet eens in het sorteerproces zitten. Dat betekent al 3 dagen. Dus als je voor Sinterklaas wil bestellen, doe het dan op tijd. Want wij kunnen je niet garanderen dat het op tijd komt. En de post momenteel ook niet. Dus bestel op tijd. Ja, dat wilde ik dus zeggen. Oké, ja, dus... En vergeet niet de livestreams te kijken ook op dinsdagavond 19:30. Heb je vragen over wat dan ook, schroom niet en neem contact met ons op. Ik wens jullie namens het hele team van Dynamo Magic Shop ook volgende week een hele fijne Sinterklaas. En ik zeg tot in de winkel, tot mails of tot in deze volgende update in december. Doedeloe!